Deze beschouwing is lekker rustig, zonder eindconclusie, denk ik. Het is dus prima om te luisteren als je geen zin hebt. Ja, als je geen zin hebt. Nee, ik heb hem gezien. Ga je lekker hier luisteren. Je zal er niet opgewonden van raken. Ik denk ook niet dat ik dingen ga zeggen waar je het oneens mee gaat zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarom zou ik er überhaupt naar gaan luisteren? <laughs> Zo'n soort beschouwing. <laughs> ja. Ik heb een reactie gekregen van The Urban Cowboy, naar aanleiding van beschouwing 258. En die heet Het atheïsme van Robert Sapolsky. En The Urban Cowboy. Als je die beschouwing nog niet geluisterd hebt, zou ik hem, als ik jou was gaan luisteren. Maar niet nu. Want die, die gaat ergens over die beschouwing 258. Atheïsme, dat zie ik als een. Een dwaalleer. Ik zie het eigenlijk als een, een vorm van psychopathie. In de letterlijke zin, in de letterlijke betekenis van het woord: van psychos, geest, denken en path, pathie. Dat betekent ziekte. En je hebt in een ziekenhuis heb je ook een afdeling een huppeltje pub, pathologie. Dus psychopathie betekent geestesziek. ziek. Het is een ziekte van de geest. Dat is wat ik vind van uh, het atheïsme als, uh, als fenomeen. En ik wil niet zeggen dat mensen die atheïstisch beweren te zijn, dat die allemaal knettergek zijn. Want er zijn nogal wat mensen die zeggen dat ze atheïst zijn, terwijl ze eigenlijk... Als je een beetje doorvraagt. Of als ze bij zichzelf goed te raden gaan. Dat ze meer op de lijn zitten van de. bijbelgelovende mensen. dan ze denken. En neem iemand als Francis Capella. Die kan zich verschrikkelijk opwinden over de inhoud van de Bijbel. En dan kijkt hij naar Bijbelversen waar hij het heel moeilijk mee heeft. Zoals Exodus 21, vers 7. Zeg ik zo even uit mijn hoofd. Hè? Of uh, Numeri 31, vers 17. Zeg ik zo even uit mijn hoofd. Ja, dat zijn van die teksten, daar word je niet echt blij van. Dat zijn ook nare verhalen. Het gaat over tijden waarin het. Nou, het allemaal niet zo makkelijk ging en liep. Zou iemand zoals Francis Capelle... zich. Uh, voorlopig houden bij. Nou, wat zou ik dan adviseren? Ik, zou, ik zag bij de King James Bijbel die ik mijn dochter heb gegeven dat daar een leeswijzer bij zat. En dan werd je 365 dagen lang bij de hand genomen om stukjes uit de Bijbel te gaan lezen. Een hapsnap. En de bedoeling van die serie teksten was om je ja, als het ware een korte rondleiding te geven door de schrift. En heel treffend vond ik het dat het begint met uh, een stukje Matthäus dus is het eerste evangelie van het Nieuwe Testament, het eerste boek van het Nieuwe Testament de eerste evangelie en dan een stukje uit Genesis het ontstaan. ze zijn... Hebreeuws. En dan weer een stukje uit het Nieuwe Testament. En dan weer een stukje uit Genesis. En niet alleen dat die teksten er zonder meer stonden... maar als ik het me goed herinner stonden er ook kleine aanwijzingen bij... met waarom ze... Bij de King James juist die teksten gekozen hadden. en wat de relatie onderling was. Dus ook een beetje een verhaaltje erbij. En de bedoeling was dan om zo'n stukje. S morgens te lezen. Bijvoorbeeld Matthäus 6, vers 1 of zo. Hè. En dan s'avonds een stukje Genesis. En dan de volgende dag een stukje Marcus. En dan s'avonds een stukje Exodus. Ik zeg maar wat, hè. En in die. Leeswijze voor de Bijbel, daarin staat niet per se die ingewikkelde meuk met Numeri 31 en Exodus 21. Er is nogal wat gebeurd met de mensheid. Er zaten grote drama's tussen. Ja, en daar staat dus ook melding van. En het mag inmiddels duidelijk zijn dat God meer nog dan de engelen uh, bereid is om de stekker eruit te trekken. Denk je even terug aan het uh, verhaal van Sodom en Gomorrah? Waarbij God zoiets had van: uh, Jeetje, man, ik hou er mee op. En dat de engelen tegen God zeiden: van ja, dat kan je niet maken, man. Uh, God zei: van hoe kan ik dat niet maken? Wie hey, is er hier God? Jij of ik? Hè? En dat die engelen zeiden: ja. Um, stel, er wonen recht mensen. Dan ga jij een beetje lopen afreageren op uh, wat jij heel terecht het tuig vindt, maar. Uh, en passant, om maar een tekst uit het schaakgebeuren erbij te halen... en passant eh, ram je dan ook even een paar recht aardige zielen over de kling. Dat is een beetje uh, pissen in je eigen broekzak, zoals mijn vader, uh, mijn wijle vader, zou zeggen. Ja, en even voor de dames, uh, pissen in je eigen broekzak, dat kan een man ook eigenlijk niet echt, maar... De bedoeling is, het geeft even opluchting, maar daarna heb je toch een koude dij. Nee, hey, het geeft even opluchting en een warm gevoel, maar daarna krijg je toch een koude dij. Ja. Dat is pissen in je eigen broekzak. Amsterdams gezegde. Dus er, er is nogal wat aan de hand als je het hebt bij de beschouwing van de Bijbel van de wereld en haar schepper. Het speelt nogal wat. En ga mij niet uh, midden in de nacht wakker maken en me dan onmiddellijk Dwingen om uit te leggen hoe het dan zit met en wat denk je hiervan en wat denk je daarvan. En uh, verwachten ook niet. En uh, nu denk ik dus aan Francis Capella. Francis Capella heeft dus uh, voorgangers uh, het vuur aan de schenen gelegd en gezegd, van, ja, en uh, nou moet je uitleggen hoe dit in elkaar zit. En dan kwamen die mensen niet gelijk met een goed antwoord. En die gingen haspelen en stotteren. En dan dacht Francis, nou zie je wel, ik heb gelijk. Want hij heeft de stotter en de haspel. Dus hij is een charlatan. Maar daar heeft Francis zich, denk ik, vergalopeerd. Hij zo'n voorganger van een kerk. Zo iemand is niet alwetend, dat is maar een mens. En die kan zich ook in de hoek gedreven voelen en dan het ook even niet weten wat hij moet zeggen. En toen ik dus voor het eerst geconfronteerd werd met de inhoud van Numerie 31, zo rondom vers 17 daar in de buurt, toen stond ik ook met mijn mond vol tanden. En die persoon die mij dan die tekst voor de voeten wierp, die zat ook bij kans te juichen en te jubelen. Van zie je hem wel, zie je hem wel, jij wil het ook niet, jij wil het ook niet. Ja, precies, en die zegt me altijd: Ik gaan nog een keer, jongen. En dan ging ik vervolgens uh, lekker in mijn eentje, heel relaxed, uh, met mijn computer in de hand, eens eventjes in de rondte, neuzen, duinen. En dan pik je hier wat op en dan pik je daar wat op en dan denk je er zo over na nou, en dan begint het te dagen en na een paar dagen kon ik die persoon terugbellen en zeggen van nou, ik ben eruit. Het zit zo. Ja, zei hij, maar uh, ze bedoelen dat en dat. Ik zei, ja, maar wat jij nou zegt, dat staat er niet. Nee, zei hij, daar heb je ook wel gelijk in dat dat er niet staat, maar dat wordt geïmpliceerd. Ik zei, waar maak je dat uit op dan? Ja, zit hij omdat de Bijbel zo is? De Bijbel bedoelt altijd dingen te zeggen die heel verschrikkelijk en vervelend zijn. Dus in dit geval ook. Dus moet je die teksten zo en zo interpreteren. En ik weer van, ja, maar dat staat er helemaal niet zoals jij dat zegt. Er staat alleen maar dit. Ja, zo kom je er dus niet echt uit met die atheïsten. Maakt ook denk ik niet zo veel uit hoor. En mensen die moeite hebben om te accepteren dat dat wat in de Bijbel staat, dat dat waarachtiger is dan de inhoud van een roman, ook al is die nog zo mooi. We nemen de roman uh, De Pest van Albert Camus. La Peste op zijn Frans heet het dat natuurlijk. Hè? Maar in, ik heb hier de Nederlandse vertaling. En een heel erg mooi boekje. Prachtige roman. Hartverscheurend vond ik dat. Ik wil het niet voor de tweede keer lezen, omdat ik bang ben dat ik het bij de tweede lezing niet zo mooi ga vinden dan de eerste keer. Want de eerste keer vond ik het zo ontzettend mooi dat ik die herinnering niet, wilde, niet wil kwijtraken. En zo'n boekje is, ja, er staan geweldige dingen in, in De Pest in de van Albert Camus. De openingszin was, dacht ik, ook heel mooi. Misschien ga ik er wel een keer een stukje uit voorlezen. Ik meen me te herinneren dat de openingszinnen zo mooi waren. Dat je echt dacht van, kijk, nu gaan we beginnen. En de Bijbel is dan met de La Pest van Camus als, uh, als norm. En in mijn optiek staat de La Pest van Camus staat een stuk hoger dan uh, welk boek van Harry Mullis dan ook. Om het maar even heel erg politiek en correct te brengen, door Harry Mullis. De ontdekking van de hemel. Het is een, een boek wat je. Ja. Ik heb het bijna in één ruk uitgelezen. En toen was het voorbij. En toen dacht ik. Uh, nou zeg. Is dit alles? En terwijl je, terwijl als je het aan het lezen bent. De ontdekking van de hemel. dan denk je. Oh wat een boek man, wat een boek. En nee, en de gat ergens ertoe. En. Uh, ja, en Harry Mulisch schrijft heel goed en uh, er zit echt wel vaart in die hoofdstukken en het ontwikkelt zich wel. En... Maar dan komt er ook weer zoveel seks in voor en dat vind ik altijd zo'n zwakte bot in een roman om daar seks bij te gaan betrekken. Dat is zo slap. Maarten het hart, die maakt zich er ook schuldig aan. Om nog maar te zwijgen over Jan Wolkers. Ik denk dat als je de boeken gaat rangschikken. en dan heb je La Peste als wat mij betreft de norm. En de pest geven we dan een 8 of zo. Als cijfer. Ja. Al het werk van Jan Wolkers, dat komt niet boven de 3 a 4. Misschien een magere 5. Turks fruit, dat dus zonder meer... Uh, nou ja. Uh, gewoon een 4. Ja, ja, nou, een 3. Een gatverdamme wat een roman. Wat een ongelooflijk vervelend verhaal is dat. Serpentina's petticoat, zou ik zeggen. Dat is een bundel. Gewoon een 1. Oh, dan heeft er toch een punt gekregen. Ja, dat is nu een keer uh, het gebruik. Dat je, een, een, als je normatief bezig bent, dat het laagste cijfer een 1 is. Je kan niet lager. Nou, zo goed vind ik de pest van Albert Camus. En dan de Bijbel, ja, dat is van een heel andere waarde. In de Bijbel staan ook mooie verhalen. In die zin dan, hè. Het verhaal van Hosea, die dan uh, kinderen verwekt bij een prostituee. Nou, dat wist je misschien niet, maar bij deze dan. En Hosea, dat, dat was niet een of andere hoerenloper. Nee, dat was een, een man gods. Die zich helemaal dood ergerde aan uh, het gedrag van de. Want hij zat. Het was in de tijden dat die twaalf stammen in onmin met elkaar leefden. Aan de ene kant had je dan Benjamin en Judah. De stam Benjamin en de stam Judah. En aan de andere kant had je de tien stammen. En totaal waren het er twaalf. En Hosea zat denk ik bij die tien stammen. Ja. Maar het ging erom dat dat volk waarin hij leefde, tussen, tussen welk hij leefde, ah, dat gedroeg zich echt als was bagger was dat. Het was, was, was misschien te vergelijken met het Nederland van nu. Een amorele, immorele. ontmoraliseerde. zichzelf verheerlijkende. paardenhop. Tja. Ik heb wel eens gedacht. van ik zou een, 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 leuk, een leuke beschouwing moeten houden. Over, uh, hoe het zou zijn als ik dan uh, de dood ga en uh, een stijl, dat weet ik ook niet hoor, maar stijl. Dan uh, uh, wordt aan mij gevraagd van, uh, nou, in, uh, nou uh, ja, het is uh, oké, okay. we willen graag weten wat je mening is. En wat vind je er dan van? Dat ik dan me eerst dat ding zal zeggen van, nou, ik ben zwaar teleurgesteld. Oh, in, in de mensen zeker? Nee, in God. Maar waarom heeft hij de boel niet gebombardeerd? Waarom, waarom, waarom laat God dit in leven? Nee, was dat helemaal om mij zo? Als ik de wereld vernietig, dan gaat Perry Winkel niet overleven en ik hou zoveel van Perry. Dus dan uh, ga ik de wereld maar niet uh, even resetten. Zij, of ik snap het niet helemaal. Het, zal wel, het laatste zal wel weer waar zijn. Ik zal het wel niet helemaal snappen. Ik zal het wel allemaal te negatief inzien. Heb ik al vaker het gehad hoor, dat ik achteraf dacht van: Wa, is, dat is waar, die ik veel te negatief in, dat dat het dan weer is ofzo. En dat je daar dan de humor uit weet te halen. Dus, nou ja, benaderen inzien dus, Zou moeten kunnen. Maar goed, het uh, is een mooie intro natuurlijk, ik zit alweer bijna 20 minuten. En. Het gaat dus om een reactie die ik gekregen heb van The Urban Cowboy. En die Urban Cowboy. Wat krijgen we nou? Een of andere meloos zit hier buiten op een drum te slaan. Is die man helemaal gek geworden of zo? Wat voor een retard is dat? Het is acht uur 's avonds, man, op een vrijdagavond. Eigenlijk moet ik nou naar mijn balkon lopen, en dan boos naar buiten gaan kijken. En gelijk de, de dienstomgevingsmelding, geluidsoverlast. Wat denken die mensen nou? Wat, wat denken ze nou hiermee toe te voegen aan de waarde van het leven? Door om acht uur 's avonds op een vrijdag. En dan gaat de hond van de benedenbuurvrouw, die gaat over nog meelopen joelen. Die voelt hem ook al bengelen, want de mensen zijn gek geworden en krijg ik morgen wel te eten. Oh, 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 oh. Ik vroeg het toen ik klein was, dan had je de fanfare. Maar die kwam op zaterdagochtend en dat stond dan van tevoren in het Amstelveensch nieuwsblad. En dan wist je dat ook, dat de fanfare was... Nee, nu komen we gewoon op vrijdagavond, 8 uur. Ja, dat vinden de mensen hartstikke leuk. Nee, dat vinden de mensen helemaal niks man, ga toch weg sukkel. Anyway, sorry voor de onderbreking. Maar dat was niet mijn onderbreking. De, die maloten die retard, die is doorgelopen. <laughs> en de hond van de benedenbuft die is weer stil. Maar het is een leuke reactie van die Urban Cowboy. En zijn reacties op mijn beschouwingen over... wat voor mij dan heel duidelijk geworden is... dat het rekening houden als mens met... met de inhoud van de Bijbel... dat is voor mij een reële stap in iedere ieder mens zijn leven... Die moet je zetten. Je kan niet om de Bijbel heen lopen. En op zijn minst moet je de Bijbel tot je nemen om kennis te hebben van het menselijke erfgoed. En dat is het minste. En eigenlijk moet je. Uh, Zover komen dat je snapt dat die Bijbel ook geschreven is voor jou. Uh, als je dat punt bereikt, en dat kan hè, dan gaat de Bijbel tegen jou spreken. En dat is een heel. Uh, zo, zo zal je het waarschijnlijk dan gaan noemen. Nu zal je denken: daar ah, peri dan ben je helemaal gek als je zegt dat een boek tegen je gaat spreken. Maar <laughs> als het gebeurt. Dan zal je weten wat ik bedoel als ik tegen je zeg, dan gaat die Bijbel tegen jou spreken. Dan, ja, dan ben je even van de wereld af. Dan gebeurt er iets met jou en dat is heel persoonlijk. Daar heeft niemand iets mee te maken. En ik gun het je hè, dat je dat beleeft. Maar dat is niet aan iedereen gegeven. Dat mensen kunnen door de Bijbel heen bladeren en zeggen, oh, zelfs nog heel positief erover spreken, zonder dat er echt iets gebeurt. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat jaren later, dat die mensen dan plotseling dat moment krijgen. En dan krijgen ze het alsnog. En het maakt niet uit wanneer je het krijgt, by the way. Maar goed, de Urban Cowboy heeft meestal kritische, op de grens van het pikante, opmerkingen over mijn uitspraken en onderwerpen. En ik geef meestal nou, eigenlijk altijd, ik, ik, ik probeer altijd te reageren. Want ik stel het erg op prijs dat iemand de moeite neemt om te reageren. Of het nou met mij eens is of niet, dat maakt me geen donder uit, maar het feit dat je reageert, kijk, dat stel ik op prijs. Nou, er zijn er heel wat dingen waar ik dan weer op moet terugreageren, omdat ik het niet eens ben met, oftewel zijn interpretatie, met dat van dat wat ik, zijn interpretatie van dat wat ik zeg, dat ik denk van ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of dat ik vind dat hij een denkfout maakt. En daar reageer ik dan weer op. Nou, zo heb ik dan in beschouwing 258 ga ik in op iets wat hij heeft gezegd. Of meerdere opmerkingen van zijn kant. En dan heeft hij weer terug gereageerd. En... Nou, dat is eigenlijk wel leuk. En nu komt hij met deze: Hoi Perry. Ik luister nog steeds naar je beschouwingen. Sommige dingen die je aanhaalt geven me stof tot nadenken. Zou je een aparte aflevering kunnen maken over waar keuze en wil centraal staan als God almachtig is en alles al vast ligt? Puntje, puntje, puntje. Ik weet niet of ik dat kan. <laughs> Zou je een aparte aflevering kunnen maken? Ik zou het wel willen. En zie het dan maar dat ik dan deze beschouwing doe over uh, dat ik dit wel wil. Vandaar ook dat ik aan het begin zei: er komt geen eindconclusie of zo. Dus ook voor jou om lekker over te gaan kouwen. Maar ik kan wel wat paaltjes neerzetten. Net zoals dat iemand die een huis gaat bouwen. die gaat ook eerst wat paaltjes in de grond zetten. van uh, nou, hier staat dan die ene hoek, kijk je. en daar komt die andere hoek. en dan hier is een beetje up. en dan daar begint de tuin. En, uh, en hier komt het voorpad naar de voordeur. of het pad naar de voordeur. En dat is dan één woord wat ik eruit kies. ik zal nog even voorlezen. Zou je een aparte aflevering kunnen maken over. Een aparte aflevering. Waar keuze en wil. centraal staan. als God almachtig is. en alles al vast ligt. En daar pak ik dan het woord. wil uit. Kijk, om het. om een goede discussie. te kunnen hebben. moet je dezelfde. Dezelfde taal spreken. Mensen die. de ene groep mensen die beschouwen dat wat wij een stoel noemen. dat beschouwen zij als een ding waar je de borden op legt en messen en vorken. En dat noemen zij een stoel. En dat wat wij een tafel noemen. dat is voor hun juist een ding waar je op gaat zitten. En die zijn nog altijd een stuk lager dan een stoel. En met, die hebben een rugleuning. Ja. Dus als je tegen die mensen zegt uh, uh, de rugleuning van de stoel, dan gaan ze keihard lachen en dan zeggen ze zeggen: joh, een stoel heeft geen rugleuning. Tafels hebben rugleuningen. En dan heb je daar dus een enorme uh, discussie mee, maar die discussie gaat nergens op, over. Want wat die mensen een stoel noemen, dat noemen wij een tafel, en wat wij een tafel noemen, dat noemen zij een stoel. Ja, het probleem heb je ook in, uh, in het Hongaars. Hè? Hier heb je het over bier. En een Hongaar gaat dan denken uh, aan wijn. Want het Nederlandse woord bier dat lijkt verhip te veel op het uh, Hongaarse woord bor. Maar dat betekent daar wijn. Dus daar kan je enorme spraakverwarring van krijgen. En dus een discussie. Maar die gaat nergens over. Nou, en het woord wil, dat is. In de 19e eeuw door Arthur Schopenhauer toegeschreven aan dat wat de werkelijkheid is. Arthur Schopenhauer heeft het over de objectieve werkelijkheid aan de ene kant en de werkelijkheid. En de werkelijkheid, dat is de wil. En die wil die, die manifesteert zich door de objectieve werkelijkheid. Middels de objectieve werkelijkheid manifesteert die wil zich en wat wij dan zien, dat is dat je een, een wil hebt en een voorstelling. Of beter gezegd, wij zien alleen de voorstelling en wij zien de wil niet. Maar die is er wel, want die wil, zit, die wil veroorzaakt die voorstelling die wij ons maken van de objectieve, van de objectieve werkelijkheid. De voorstellingen, het, het boek heet namelijk De wereld als wil en voorstelling. Het zijn twee boeken, by the way. Maar er staat twee keer hetzelfde in. Het eerste boek heeft Artie Schopenhauer geschreven toen hij in de twintig was. En het tweede boek heeft hij geschreven toen hij vijftig was of veertig, een hele tijd later. Kijk, we hebben dus, wij zien de voorstelling, dat is de objectieve werkelijkheid. En het feit dat wij die voorstelling kunnen zien, komt doordat wij zo gemaakt zijn door de wil. Dus de wil die wilde dat de ja, die wilde eigenlijk de mensen bij als ultiem wezen dat kan kijken naar hoe de wil eruit ziet in de werkelijkheid. In de objectieve werkelijkheid. Want wij zijn natuurlijk de allerbeste waarnemer. Vol met universum. Maar er is niets dat beter kan waarnemen dan een mens. Dat mag duidelijk zijn. Maar honden kunnen echt heel goed horen, hoor. Die kunnen geluiden horen die wij niet kunnen horen. Nou, ik zeg jou, wij kunnen meer horen dan een hond. Misschien niet met onze eigen oren, maar... Uh... Wij, uh, hebben, wij kunnen microfoons maken en die pikken geluiden op van nou, meer dan 40.000 kHz. Tuurlijk. En dat kunnen we dan grafisch weergeven. En zo kunnen wij dus uh, op hele hoge frequenties afluisteren. Veel hoger dan een hond kan. En een adelaar die kan heel goed kijken, maar wij kunnen beter kijken dan een adelaar. En dan gebruiken wij een telescoop bijvoorbeeld. Dus niet met onze eigen ogen. Uh, wij maken met onze handen dan uh, een, een extensie voor ons oog. En een telescoop. Ja, dezelfde doen we ook met een microscoop. Ja, zo heb je dus een wil. En, en Arthur Schopenhauer zegt duidelijk dat die wil, dat is er maar één... En daarmee is het uh, de ontologie voor Schopenhauer, de Zijnsleer, is af. Je hebt geen twee willen nodig, want ja, kijk die twee willen als die contrair zijn, ja, hoezo heb je een ja, dan moet je weer gaan lopen fantaseren. Hè? Nou, fantasie en filosofie, dat, dat hoort niet. En twee willen die precies hetzelfde willen, die dus niet contrair zijn. Ja, dat is één wil, natuurlijk. Dus een wil is maar, er is maar één wil. En dus zegt Schopenhauer ook dat er niet zoiets is als een vrije wil. Dat heeft dan niets te maken met de Bijbel of zo. Dat heeft te maken met de betekenis van het woord wil. En ik vind de betekenis die Schopenhauer gegeven heeft aan het woord wil, dat vind ik een, een vruchtbare betekenis. Een betekenis waar je wat mee kan als mens. En het andere woord voor uh, dat wat mensen maar doen omdat ze er zin in hebben. En dan zeggen ze wel van uh, ik wil een ijsje. Of ik wil. Ik wil de buurvrouw zien in de blote kont. Of zo. Ja, dat zeggen ze dan. Maar de wil, die zal dat nooit zeggen. En je hebt uh, het woord keuze. Hm? Heb je ook nog. Of ik heb zin. Heb je ook nog. En ja, daar waar je zin in hebt. Daarvan zegt de Bijbel ook: uh, ja, overal waar je zin in hebt, uh, vraag je even af waarom je er zin in hebt. Want, zegt de Bijbel, uh, het, het gebeurt een mens nogal eens dat hij bevangen wordt door een enorme zin in A, B, C, D, E. En dan uh, gaat hij ervoor kiezen om dat allemaal te gaan betrachten en te verkrijgen. En dan heeft hij het allemaal en dan neemt hij: uh, gaat verdammen. Dus ik, om een goed voorbeeld te noemen. En met die vrije keuze. Ik was uit eten. met de moeder van mijn kind. en we waren op vakantie in Estoril. Dat is vlakbij Lissabon. Als je ooit naar Portugal wil. en naar Lissabon wil, ik kan Estoril echt aanbevelen. Hartstikke leuk klein plaatsje. En er gaat een tremmetje, die rijdt langs de kust. Naar Lissabon. En dan kom je op het station van Lissabon uit. midden in het centrum. Dus van daaruit kan je lopen. En Het is geweldig leuk. En dan stap je weer op die tram. En die tram die rijdt dus vier keer per uur. Tram, treintje. Dus een heel simpel dingetje. Helemaal niet duur. En Estoril is een klein overzichtelijk plaatsje. met goedkope hotels. Nou, wat wil je nou dan meer? En dan waren we daar en we waren een eindje gaan lopen en een leuk restaurantje hadden we gevonden. En dat was dan uh, authentieke Portugese gerechten dat hadden ze ook. En één zo'n gerecht, dat heette. Uh, uh, rauwe garnalen in havenmout met uh, rauw ei. Of waren het gekookte garnalen? Het was, denk ik, gekookte garnalen met havenmout. En rauw ei. Dat was het. Dat was het ook. Het heette niet alleen zo. Het, het was het ook. Dus als je dat wil maken, dan moet je hebben gekookte garnalen, havermout en een rauw ei. En die havermout moet je dan even koken in melk of water. Dus dan moet je die havermout koken voor vijf minuten of zo. Nou, die garnalen die roeien er doorheen. En dan maak je een kuiltje erbovenop. En daarin doe je een rauw ei. Dat is het eigenlijk niet heel moeilijk te maken. En zij wilde dat, want dat was origineel um, Portugees. En ik dacht: van nou, als dat recept zo heet. dan zal het waarschijnlijk ook zo gemaakt zijn. En dat lijkt mij helemaal niks. Doe mij maar de gegilde huppeltje pup met uh, groene salade en dan uh, frietjes met uh, verschillende sausjes erbij. En, uh, <laughs> je krijgt zo'n enorm bord met allemaal uh, lekkere dingen uit de zee, lekker gegrild en dan uh, aardappeltjes uit de frituur hmm. en dan een spannende mayonaise en een goede knoflooksaus en uh, iets natuurlijk met tomatensaus. Lekker hoor. En zij kregen een. Uh, ja. Een soort. Uh, ja, een, een grote schaal. Dat was een diep bord. Maar dan echt diep. Eigenlijk meer een. Waar wij een salade in op zouden dienen of zo. Echt zo'n zo, hele grote kom. Dat was het. Een hele grote kom. En die was tot aan de rand toegevuld met uh, gekookte havenmout. Waar die garnalen ongetwijfeld erheen zaten. Maar die kon je niet goed zien. Want als je een kanaal kookt, dan heb je dezelfde kleur als die havermout. Namelijk grijs. Dat is een soort vijftig grijs. Heel sexy, zeg maar. Not. En daar zit de kuil in en daar lag inderdaad een rauw ei. Ja, dat kon ik ook zien. Bon appetito, zei die man. Maar hij zei die niet, want het was niet in Italië. Het was niet in Portugal. Maar ik weet niet meer hoe ze dat daar zei dan. En zij keek ernaar. En, en dat vind ik een typisch voorbeeld. Dan wil je dat dus. En dat wil je helemaal niet. Daar heeft ze voor gekozen. En toen, nou, ik zag haar aan haar gezicht dat ze teleurgesteld was. En toen dacht ze: kom, ik laat mij niet kisten. En ze pakte een lepel en ze neemt een hap. En toen proefde ze het. En toen zag ik aan haar gezicht dat ze teleurgesteld was. Nog een keer dan. Dus ze was teleurgesteld met hoe het eruit zag. En ze was teleurgesteld in de manier waarop het smaakte. Nou, het smaakte waarschijnlijk naar uh, gekookte havermout met uh, gekookte granalen. En een rouwei. Dus zei ik tegen de moeder van mijn kind. Die, het kind was toen nog niet geboren. Ze was toen zwanger. Dan zei ik tegen de moeder van mijn kind: van Ja, maakt er niet uit. Uh, dan roepen we die ober terug. En dan vraag je nog even om de kaart. En dan neem je ook iets. Oh, een lekker gegrilde huppeltje-pup. Met gebakken aardappelen. en. Uh, neem je die andere salade. En dat wilde ze niet. Eh, wilde ze niet. Uh, uh, ze kozen ervoor nee, om, om dat niet te doen. Dus ze zei, nee, ik heb nu hiervoor gekozen. en. Uh, dit ga ik nu opeten. Nou. Hm. Ja. ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet gezellig. want dan zit ik heel lekker te eten. en zij zat het echt zo. <coughs> ja, alsof ze. Ja, je ja, kan het gewoon zien dat iemand iets zit te eten. wat die persoon helemaal niet lekker vindt. En ik, mijn recept was echt was geweldig. Die aardappeltjes ook lekker kokant, man. Ja, dan zit je een beetje in je eentje te genieten. terwijl iemand tegenover je duidelijk moeite heeft om het binnen te houden. En daar kiest iemand dan voor. hè? Dus die kiest ervoor om zoiets te bestellen, terwijl je kan verwachten dat het helemaal niet lekker gaat smaken. En vervolgens kiest iemand er dan ook voor om het dan toch nog op te eten. En waarom? Uit milieubewustzijn? Waarom? We maken nou wel uit dat dat restaurant die komt met die havenmout, dat het de vuilnisbak in gaat. Wat, wat doet dat er nou toe? Oh, de zonde van de tijd die de mensen eraan gespendeerd hebben om het eten klaar te maken. Ja, maar die mensen kunnen toch zien dat die moeder van mijn kind dat helemaal niet lekker vindt. Dus ze kunnen toch zien dat die moeite van hun helemaal voor niks was. Dat kwaad is al geschiet. Kan je het net zo goed in de vuilnisbak donderen. Uh, dat levert echt geen milieuprobleem op, hoor. Want uh, kijk, de moeder van mijn kind vindt het dan vies. Havenmout met gekookte granalen en een rauw ei. Maar de, de gemiddelde schimmelkolonie... Die, uh, die gaat zich helemaal te buiten. En die maakt er wel wat lekkers van. En die schimmelkolonie, die, die vergaat dan weer. En dat wordt dan weer een of andere schimmelprut of zo. En dat gaat weer door de aarde heen. En dan is er een plantenwortel en die denkt... Hey, met die is even een lekkere atoomtoestand en dan komt het weer in een plant terecht en dan heb je even later zitten die, die moleculen van die havermout met granalen, die zitten dan in een plant en dan hangen paprika's aan we maken er uit en het kost dan wel geld maar de hele vakantie kost geld en ik had echt geen geldgebrek. Ik heb dat nooit echt gehad in mijn leven, maar in die dagen had ik het echt niet. Had een bankrekening, jongen, zou ik net Ik wil maar zeggen, die vrije keuze die je hebt. Kijk, hè, wij dus... zij hadden er dus zin in om dat gerecht te bestellen. Om dan lekker iets heel authentieks te gaan eten, met het idee van dan kan ik thuis gaan vertellen dat ik uh, labagosso de hier heb gegeten. En dan gaat mijn moeder zeggen van... ...oh, heb je dat oh, ook, maar dat is dat authentieke, hè? En dat is dan haar, wat ze zin in heeft... ...en dan doorzetten. En in de Bijbel staat... Ja, ...denk goed na over datgene... ...waar je nou eigenlijk zin in hebt. Maar is het allemaal de moeite wel waard? Maar dan terug naar die vraag van de Urban Cowboy... Het ging dus over de keuze en wil, waar keuze en wil centraal staan als God Almachtig is. Nou, dus die keuze, die is vrij. En de wil, dat is. Uh, de wil is dat wat alles veroorzaakt. Wat in de Bijbel God genoemd wordt. En de mens is vrij in de keuze. Zo zie ik dat dan. Hè? En dan, als God almachtig is. En ik begrijp heel goed dat hij dan zegt: Als God almachtig is. Wat mij betreft kan je zeggen: God is almachtig. Maar ik vind het best om er een, uh, een conditie uh, aan, aan te koppelen. Dus als, la la la. Dat begrijp ik uit respect voor zijn atheïsme, neem ik hier gewoon genoegen mee. Dus als God almachtig is. En dan staat erachter, als God almachtig is en alles al vast ligt. En het is niet zo dat als God almachtig is, dat dat hetzelfde is dat alles al vast ligt. Naar mijn mening. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Want God. heeft de mens die vrije keuze gegeven. Dus God bemoeit zich dus niet met onze keuzes. Dus ligt niet alles vast. Nou weet ik dat de. De Calvinisten, als een stroming binnen het protestantisme, het protest tegen de universele kerk, binnen dat protest had je een stroming en die zei dat alles al vast ligt. Omdat God almachtig is, denk ik. En daar weet ik dus niet veel van. Vandaar dus ook geen conclusie. Daar mag je zelf lekker over meedenken. Dat heet predestinatie. Ja, dat. Ja, en daar dan moet ik dus zeggen als reactie op uh, die Urban Cowboy dat ik dus niet weet of alles al vast ligt. Ik denk wel in de grote lijn. Dat dan weer wel. Dat... Ja, dus ik kan ook in die zin heel rustig kijken naar die belachelijke toestanden van deze wereld. En dat ik omdat ik weet dat het goed komt. Die idioterie die wij nu zien dat is temporeel. Dat is niet blijvend. Het enige is dat het nog niet vast ligt in mijn oordeel dan. Hè? Het ligt nog niet vast hoe het in de geschiedenis gaat worden vastgelegd. Hoe het goed kwam. Dus we weten nog niet op welke manier de geschiedenis straks gaat vertellen over de wijze waarop het goed kwam. Zo zeg ik dit correct. Dus in de toekomst gaan er boeken geschreven worden. En die boeken heten dan Hoe het allemaal goed kwam. En dat, dat worden fantastische boeken. Het, uh, aspecten van hoe het goed kwam. Misschien had er in, in die tijd ook nog wel een hunkering van... Uh, jeetje, ik wil terug naar die tijd toen het nog niet goed gekomen was. En uh, dat, ik er nog, dat ik erbij was toen het goed kwam. Maar wij weten niet wat er dan in die boeken zal staan. Misschien wordt de hoofdrol wel gespeeld door een, 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 een meisje van acht. Of een jongetje van dertien. In een bepaald stuk van hoe het goed kwam. Misschien is er wel een rol weggelegd voor een groep dieren. Ja, dat zijn maar hele bijzondere dingen die ik nu zeg dan, hè? Maar dat moet je niet uitsluiten. Het komt goed. Dat, is, dat ligt vast. Kijk, voor mij staat het als een paal boven water dat God geeft om mensen. En dat God van mensen verlangt dat zij zelfstandig keuzes maken die goed zijn. Dat is wat hij wil. Dat is het hele experiment aarde, naar mijn mening. Het gaat allemaal om moraal. Dat is het ding. Dat is hoe ik het zie. En die... Uh, God... En er was ook wel iemand die zei van... Volgens mij was dat die urban cowboy. Die zei... Uh, vind jij God... Uh, moreel? Dat, dat was ook die urban cowboy. Daar heb ik op ontwijkend op geantwoord... Want ik wilde van hem toen weten, waarom vraag je dit? Wat heb ik nou gezegd dan? Waar, waar komt die vraag vandaan? Ik heb wel nagedacht over de vraag of God moreel is. Ja. In de Bijbel staat ergens een verhaal dat je God moet zien als de grote pottenbakker en wij zijn de gebakken potten. En het is aan de grote pottenbakker om te doen met die potten en met het aarde werken wat hij maar wil. Want dat zijn zijn potten. En wij mogen niet zomaar doen wat wij willen. Wat, ja, wat wij waar wij zin in hebben. Wij dienen moreel te zijn. Maar God niet. Waarom? Alles is van Hem. En vandaar dat God het, het volledige recht heeft om, in het geval van de zondvloed om zoiets te doen als de zondvloed. Waarom niet? Het zijn wereld. En het gaat dan elke keer weer om moraliteit. De mensen als de mensen immoreel worden, ja, dan breekt de pleuris weer uit. dat is iedere keer hetzelfde. Dus die moraliteit die komt aan ons toe. Dus wij kunnen niet zomaar doen waar we zin in hebben. Nee, wij moeten onze wil, die moeten wij afstemmen. Op die ene en ondeelbare wil van Arthur Schopenhauer, minimaal. Of om het vollediger te maken op de wil van God. Ja, nou, maar piggy, dat als je dat... Dan kan je dus ook krijgen dat mensen zeggen... Ja, wat ik wil, dat is de wil van God. En, en dan raken ze helemaal doorgedraafd en... Het zijn niet bepaald aangename mensen. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Dat klopt. Daarom staan er ook dingen als uh, algemene richtlijnen. De tien geboden, dat is een goed voorbeeld daarvan. Dat is de algemene richtlijnen. Alles wat je, waar je zin in hebt. Ja. Even toetsen aan de tien geboden. Klopt dat wel? Of ben je impliciet of stiekem of wat dan ook... een van die tien geboden met voeten aan het treden? En, of ga je die overtreden als je je zin gaat krijgen? Ik gewoon even checken wat jij, waar je zin in hebt. Of dat allemaal wel uh, helder en... Orde, of dat wel kosher, wil ik zeggen. Hoe noem je dat nou? Zuiver. Is het wel zuiver wat je, waar je zin in hebt? Want het lichaam, het hart wordt het in de Bijbel genoemd. Het hart wil zoveel. En die wil ook allerlei, allerlei dingen die, die God niet wil. Hou daar rekening mee. En God staat het ook nog toe aan Satan om jou te verleiden. terwijl God dat niet hoeft te doen hij is almachtig hij kan de boel hè? er wordt ook beloofd dat als Christus terugkomt in het boek openbaringen dan gaat Satan voor duizend jaar achter slot en gendel dan zijn we duizend jaar lang van hem af krijgen we een heel andere tijd dan dat we nu hebben. Dat snap je wel, denk ik. Hè? Dus kijk, dat ligt vast. Zoals het in het boek Openbaring staat, dat ligt vast. De universele kerk is er, want dat lag vast. Waarom is de universele kerk daar? Nou, het was voorspeld. Dat is geprofiteerd. Dat lag al vast. Dat wist Johannes. En dat was dus gepredestineerd. Dus daarin hebben we die Calvinisten gelijk. Ja, maar daar mag je wel lekker zelf mee gaan stoeien. Ook die urban cowboy natuurlijk. Is toch leuk hè, dat ik niet alles weet? Vind ik zelf ook erg plezierig hoor. Er is geen betere leraar dan de mens die aan het leren is. Dat is een uitspraak van mij, by the way. Die heb ik nooit ergens gelezen. Het is een waarheid als een koe. En mensen die uitgeleerd zijn, dat zijn geen goede leraren. Dat zijn saaie pieten. Die, die twijfelen niet. En, uh... Nee, dat zijn geen leuke leraren. En dus niet goed. Ze zijn niet inspirerend. Maar de leraar die nog aan het leren is. Dat is een leuke leraar. Die, die komt dus voor de klas, als het ware, voor de klas staan. En die is zelf nieuwsgierig naar wat hij vandaag weer gaat leren. En, en zijn wens tot leren, die straalt hij dan uit op de klas. En dan wil de klas dat ook. Hé, hey, de wil tot leren. Dat, dat, dat is nou een goede wil. Je honger naar kennis. En dan niet kennis om uh, uh, hoe maak ik een bom die ik in een metro kan laten exploderen, dat snap je ook wel. Hè? Uh, kennis, kennis in algemene zin. Uh, bijvoorbeeld, daar dus zat ik vandaag over na te denken toen ik bezig was op mijn fijne werk. Uh, ik zou eens wat meer willen weten over het verschil tussen apen en mensen. Ja, er zijn nogal wat verschillen tussen apen en mensen. apen doen niet aan tanden poetsen, ze doen niet aan nagelknippen, ze douchen niet, uh, ze, ze maken ook niet zoiets als een bed. Ja, weet je wat takken en, 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 en ja, niet echt een bed. <laughs> en ze hebben ook niet zoiets als pantoffels of, uh, of een onderbroek. We uh, kleren doen ze helemaal niet aan. Uh, een hutje, echt niet. Uh, in het bos heb je geen apenhutjes. Zo, of dat ze met al die apen bij elkaar, dat ze, dat ze heel gezellig. Uh, Eén boom, dat je op die ene takte zit de familie, uh, snor, snor, en de andere familie, uh, krap, krap, die zit erboven. En, hè, dat is een hele grote boom, dat is eigenlijk wat wij een flatgebouw noemen. Nou, ook niet. We hebben niks. Dus. Nou, apen hebben ook niet zoiets als onderwijs, dat doen ze ook niet dan. Klassikaal, dat gebeurt ook niet. Nou, zijn er meer dingen die apen niet doen. En hun, ja, hun, hun woord, hun taal, dat, ja, dat is meer zoals, uh, ja, zoals wij mensen communiceren bij schepen, hè, met een scheepstoeter. Of uh, met een ambulance of een ambulance of een. Je kan dus horen of het een ambulance betreft. Of een ziekenauto, uh, Sorry, een ambulance betreft, dus een ziekenauto, of de brandweer of de politie. Ja. ja, Zo hebben apen dus wel iets van taal. Maar het zijn meer signaaldingen. Uh, het is niet zo dat bij de taal van de apen dingen als uh, persoonlijk voornaam worden gevonden ontdekt zijn of bezittelijke voornaamwoorden of, of die andere dingen werkwoorden zelfstandig naamwoorden apen kunnen wel redelijk nou of redelijk ze kunnen wel iets ze kunnen taal leren Dus een keer, dat ze zelfs, dat was een aap en die had dan, uh, ja die, die had iets van uh, uh, zure, die, die had een koppeling, een koppeling gemaakt, zo'n dus zure banaan zeg maar. Een banaan stond dan voor eten, en zuur, dat was dus de smaak van hetgene die in zijn mond stond. Hij had een. Ja, hij had een citroen. Hij nam een hapje van een citroen, en toen maakte hij het symbool zure banaan. Zoiets was het. Nou, taalgebied, uh, ja, dus een heel groot verschil natuurlijk. En wij weten natuurlijk niet wat dan de tussenvorm is als je kijkt naar onze taal in het Nederlands. Is het, denk ik dat je als je de talen van de wereld moet gaan rangschikken naar, uh, naar kwaliteit. De talen hebben een kwaliteit. Hè? Dat geldt ook voor de computertalen. Dat, die hebben een kwaliteit. De, 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 taal, de taal basic, bijvoorbeeld die heeft niet zoveel kwaliteit als de taal C++. Dat scheelt echt heel veel. En het Nederlands heeft in die zin een hele hoge kwaliteit. Dat moet in de top 10 zitten. Zo niet is het nummer 1. Dat zal je misschien niet weten, maar bij deze. Umberto Eco heeft er een studie van gemaakt... en een rangschikking gemaakt van de talen. En daarin kwam het Taitoons, waar het Nederlands... een Afstamming van is. Het Taitoons kwam als nummer één uit de, uit de bus. Niet echt, het was eigenlijk nummer twee, maar nummer één was de taal van de I Ching. En dat is niet echt een taal. Nou, dan heb je dus het Nederlands als taal en dan heb je dan dat signaaltaaltje van de apen. Ja, en wat zet er dan nog. Uh, de, als je dus gelooft dat wij van de apen afstammen. dan moet je dus ook talen hebben. die dan. Ja, halverwege zijn. Proto-talen. Ja, en welke taal is dat dan? Ik denk dat je dan uitkomt bij talen zoals die gesproken worden door de bosnegers. In het zuiden van Afrika. Denk ik. Ja. Maar ik denk als je zo'n studie gaat doen, dat je ook een grote kans loopt op enorm veel kritiek. Dat mensen gaan zeggen: Ja, maar dan ben je heel erg racistisch bezig. En dan zit je eigenlijk te zeggen dat negers een soort van. Uh, Jo, moderne apen zijn. Ja, dan krijg je een probleem. Maar dus, de verschillen tussen apen en mensen, daar, heb ik, daar wil ik dan meer van weten. En dan wil ik, het hebben, wil ik weten van hoe het zit met het verschil in de draagtijd. Bij een mens is dat negen maanden. Hoe lang is dat bij een aap? En wanneer is een aap volgroeid? Want een mens is pas volgroeid met 27 jaar, hè? het lichaam van de mens. En het, het verstand van de mensen is volgroeid met het veertiende jaar. Dus uh, tot op zekere hoogte dan. Ja, die wil tot leren, dat is, dat is de wil van God. Dat kan niet anders. Nou, nou, nou dit was een beetje alles over uh, de vraag van Urban Cowboy, die ik dan nu kan verzinnen. Ik vind het een hartstikke goede vraag. Echt een hele fijne opdracht en die gaat me nog wel even bezighouden. Dus zo zie je maar dat een debat tussen, een aan mijn kant dan, een bijbelgelovende christen en een atheïst, dat dat zin heeft. Kijk, en met dat positieve gevoel zeg ik tegen jullie, heerlijk zonder conclusie of niks... Behalve dat ik die Urban Cowboy, denk ik, toch wel een aardige vent vind. Maar, vond ik altijd al. Maar dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie: tjus en dag, lieverds.